Yo, what's up mensen? Nieuw hier in Souls. Jullie kunnen zien, zijn we terug op de Mods Modpack. Met vandaag aflevering 26 van deze serie op mijn kanaal. En normaal gesproken begint natuurlijk gewoon gelijk patsboom met het openen van Pandora's boxes. Vandaag doet dat niet, met namelijk de volgende reden: ik record deze episode vrij snel na zeg maar de vorige episode. Dus, ik heb eigenlijk nog echt geen, totaal geen idee hoeveel likes ik ga krijgen. Daarom wacht ik eventjes gewoon tot het einde van de episode. En dan ga ik dan gewoon kijken hoeveel likes ik heb. En dan open ik dan wel gewoon Pandora's boxes. Dat zullen er waarschijnlijk twee of drie of zo gaan worden. Moet maar eventjes gaan kijken. Maar laten we ons allereerst gaan focussen op het project van vandaag. Ik had namelijk in de vorige episode had ik het al een klein beetje verklapt. Vandaag wil ik gaan werken aan dit dingetje. Namelijk aan de Petal Apple Carry. Dit is het enige item van het hele Botania setup hier zo. Die nog steeds hier staat in plaats van in het nieuwe huis hier zo. Natuurlijk heeft dat een bepaalde reden. En die reden is eigenlijk heel erg simpel. Dat is namelijk zo: ik wil dit leuke dingetje gaan automatiseren vandaag. Hoe gaan we dat doen? Nou, gaan we allereerst een aantal spulletjes van in elkaar zetten, en ik ga gewoon allereerst kijken of ik überhaupt nog wel ingets heb en zo, want ik heb echt heel weinig van alles. En we zijn inmiddels een paar minuutjes verder, en natuurlijk heb ik ook een aantal items in elkaar gezet, maar eigenlijk kwam ik al snel tot de conclusie dat ik echt veel te weinig iron heb. Ik moet namelijk allereerst twee van deze autonomous activators in elkaar zetten. Die maken we met gears en ook met pneumatic servos, maar ik heb echt letterlijk nog maar één iron inget. dus dat gaat niet echt opschieten. Helaas is de quarry ook nog niet echt op een punt aangekomen dat hij heel veel iron gaat verzamelen, dus ik moet het eventjes over een Boeg heen gaan gooien, en ik ga gewoon eventjes leuk een trucje toepassen hoe we toch heel erg in iron kunnen gaan komen. Dat gaan we als volgt doen. We gaan namelijk gewoon terug hier naartoe, namelijk naar de Lexica Botania. Dan kom je in dit schermpje uit, en dan ga je vervolgens naar het volgende kopje Bubbles en Accessories. Oké, okay? en dan gaan we naar de Ring of Gordata. Geen die het niet even zo uitspreekt, ik neem aan van wel Ring of Gordata. Klinkt helemaal leuk en aardig, hoe moeten we die in elkaar gaan zetten? Ook dat is niet heel erg moeilijk. Dat is namelijk niet meer dan wat mana-stil dat heb ik nog wel in het emissysteem zitten, ook een Rune of Water en een Raw Purferfish en ook nog een Raw Salmon. Pufferfish en Salmon is natuurlijk geen enkel probleem. Ik heb hier beneden namelijk een fish trap staan. Met zowel Salmon, hier hebben we het al. En Pufferfish. Oké, okay, dat zijn in elk geval binnen. Oké, okay, dan gaan we kijken naar die Water Rune. Of die Rune of Water, of hoe je hem ook wil noemen. Uh, even kijken, waar zit hij? Die? die moet hier zitten als het goed is. Rune of Water, there we go. Die is ook binnen. Oké, okay, alle items zijn inmiddels binnen. En dan gaan we nu gewoon beginnen met het maken van de Ring of Gordata. Let's go, hij is binnen. En wat kunnen we eigenlijk gaan doen met deze ring? Heel erg simpel. Allereerst gaan we natuurlijk gewoon aandoen voor het bijbordende effect. Daar gaan we dan, hoppakee. Kan gewoon tegelijkertijd aangedaan worden met de Sojourner 6, die natuurlijk gewoon zorgt voor hoger springen en sneller rennen. Kan gewoon allemaal met elkaar gecombineerd worden. En we gaan nu gewoon lekker in het water springen. En dan gaat het volgende gebeuren. We kunnen namelijk gewoon vanaf nu heel snel zwemmen. Kijk maar hoe je snel je gaat. Holy shit, dat is wel echt heel erg snel trouwens. Even kijken hoor. Even testen trouwens. Je kan ook over de bodem heen lopen geloof ik. Ook dat ga ik eventjes heel gauw testen. Dat gaan we gewoon heel snel meemaken. Hoppakee. We gaan gewoon letterlijk als een vis door het water heen. Maar dat is nog niet alles, je kunt deze ring namelijk ook nog beter gaan maken. Hoe gaan we dat doen? Dat gaan we natuurlijk gewoon doen door middel van wat mana. Als je namelijk mana toe gaat voegen aan deze ring, dan kun je ook gewoon onder water ademhalen. En hoe gaan we dat doen? Heel erg simpel, namelijk gewoon door middel van de ouderwetse mana tablet. Jawel, even kijken, wat heb ik hier gelaten, die heb ik hier gelaten. En dan gaan we deze gewoon eventjes een sneltreinvaart opvullen. Gaan we leuk naar ons huisje toe, even kijken welke pool gaan we pakken. Deze zit wel heel erg vol trouwens nog van de vorige keer. Dus die gaan we gewoon eventjes leegzuigen dan. One of the force erbij. Gaan we, hoppakee, okay, sparring mana to items. En vanaf nu wordt het tablet gewoon lekker opgevuld. En geloof me maar, je hebt echt niet een ongelofelijke hoeveelheid mana nodig. Aan een klein beetje heb je al voldoende. Dus ik denk dat we ongeveer, nou laten we zeggen, nu wat terug kunnen gaan pakken. En dan kunnen we gewoon lekker onder water adem gaan halen. En wat we nu gaan doen is eigenlijk heel erg simpel. We gaan namelijk gewoon de kwadrigaten induiken. Hier zit namelijk nog genoeg iron, genoeg goud, noem het allemaal op. Om nog te kunnen gaan verzamelen. En om eventjes te laten zien dat ik ook echt onder water ik kan ademhalen. Door middel van het mana ga ik het nu even laten zien. Hij gaat namelijk helemaal terug tellen naar nul belletjes. En vanaf daar kun je gewoon eigenlijk weer alles op gaan laden. Even kijken, wel even stilstaan, alsjeblieft. Hoppakee. oké, wat gold cool, inkets heb ik hier. Natuurlijk altijd lekker om mee te nemen. En je zag al dat de belletjes gewoon weer gerefreshed werden. En op deze manier kan ik eigenlijk gewoon heel erg simpel wat inkets gaan verzamelen. Dit ga ik eventjes doen. Ga ik zo meteen bij terugkomen. En dan gaan we meteen die autonomous activators in elkaar zetten. Buurdebek, right jongens. En hier komt inmiddels de laatste lading met Iron binnen. Ik heb nu namelijk bijna een stack met Iron. En dan zijn we spinnen dom aan het doen. Die zijn we lekker aan het met z'n allen. Maar ik heb inmiddels bijna een stack met Iron. Kijk maar, ik heb er nu 56. Dus het lijkt me een redelijk hoeveelheid om vandaag de episode af mee te gaan sluiten. Ik heb namelijk vandaag niet heel veel inkits nodig. Maar ja, een stack is natuurlijk altijd wel gewoon handig. Bijvoorbeeld voor het maken van Autonomous Activators. Dat gaan we nu ook gewoon gelijk even doen. Even kijken, gaan we ze er weer bij pakken? Autonomous Activators. Ik heb er twee 2 nodig hiervan. Hoppakee. En als dat goed is, kan ik ze nu al in elkaar gaan zetten. Tenminste, dat hoop ik. Even kijken. Twee chests nog. 1, 2. En dan let's go. Moet ik natuurlijk wel op de goede klikken, Quinn. Even kijken, hier staat die. Bam. 1 en 2. Oké, okay, mooi. Is dit in elk geval binnen. Voor de rest heb ik nog twee lege buckets nodig. Ik heb er alvast eentje. Dan gaan we natuurlijk nog een tweede bij maken. Hoppakee, komt het aardig gewoon weer van pas. En de rest gooien we voor nu gewoon eventjes terug. Maar natuurlijk gaat de setup niet werken met alleen maar machines. We hebben ook kabels nodig. En deze kabels gaan geleverd worden door middel van Ender IO. Die maken als volgt. Namelijk met conduit binder en pulsating iron nuggets. Oké, okay, gaan we alles even dit in elkaar zetten. Hoppakee. Oh, sterk. Dat is wel heel erg veel. Ik kan die ik zoveel kon maken? Maakt er ook niet uit. gooi je alvast hierin. En dan kunnen we wel vast gaan werken aan het andere materiaal. Dat is namelijk een combinatie van een iron Nugget. Jawel, daar heb je ze weer. De iron ingots. Daar gaan we nog even drie van maken. Nee, trouwens, we gaan er maar eentje maken. Want het kost ook wat pearls. En ik heb er nog maar drie. En dan gaat het wel heel erg snel met de pearls natuurlijk. Oké, okay, maar in elk geval. Die gaan we eventjes. We gaan we die ingooien. Eventjes nadenken, Quinn. Welke moeten ze? Niet in deze, wel in deze. Dankjewel. Gaan ze hierin? Hoppakee. En dan worden ze nu gewoon lekker omgezet. In de chestert hebben we hier ook alvast wat conduit binder dat we mee kunnen gaan nemen. En binnen enkele seconden zijn we helemaal ready to go om deze conduits in elkaar te gaan zetten. En dan gaan we dan allereerst komen deze het midden en die gaan we combineren met de Conduit Binders. En dat geeft ons 16, nee 24 zelfs van deze Item Conduits. Daar ben ik wel tevreden over, daar moeten we echt een heel erg end mee gaan komen. Dan gaan we alleen eventjes de Jeta Range meenemen voor de zekerheid. En dan kunnen we nu gaan kijken of we hier een mooie setup kunnen gaan maken. Want wat gaan deze Autonomous Activators nou eigenlijk voor ons betekenen? Nou eigenlijk is deze machine niet meer dan een simulatie van de rechte muisklik. Kom ik allemaal zo meteen op wat het nou precies gaat doen. Maar laten we allereerst in elk geval eventjes wat water erbij gaan pakken. Gewoon eventjes een ongelimiteerde waterbron. Dus ik heb trouwens ook nog buckets bij me. Die kan ik wel meenemen. Pak hier eventjes wat water vandaan. Dat is één. En dat is twee. En ik heb eventjes rondgekeken en ik heb besloten om hier de setup te gaan maken. Dus we gaan hier allereerst onder de grond graven en dan komen we hier uit. We hebben natuurlijk wel wat ruimte nodig om een beetje dingetjes te gaan bouwen en zo. Maar laten we gewoon bij het begin gaan beginnen. En dat is met het volgende. Eventjes wat oplicht hier zo. Oké, okay, dan gaan we hier allereerst een soort van geultje maken. En die gaan we natuurlijk gewoon vullen met een Unlimited Water Source, oftewel een ongelimiteerde waterbron even zo doen, aan, hoppakee. En we zijn gewoon gelijk helemaal ready to go. Oké. Okay. Vervolgens gaan we ervoor zorgen dat zometeen hier de eerste autonomous Activator komt te staan. En hoe gaan we dat doen? Dat gaan we als volgt doen. We gaan namelijk allereerst even wat ruimte vrijmaken. En dan gaan we ervoor zorgen dat zeg maar de kant met het mondje, dus dit dingetje, dit is zeg maar de rechte muisknop, dat deze kant richting het water gericht staat. Hoe gaan we dat doen? Heel erg simpel. We gaan gewoon eventjes hier naartoe graven. Dus gewoon zo. En dan gaan we gewoon hier dat dingetje plaatsen op deze manier. Hoppakee. En nu gaat het mondje gewoon deze kant op wijzen. Vervolgens vul je het dingetje op met een bucket. Dus bijvoorbeeld zo. oké En dan wordt gewoon direct opgevuld met een bucket met water. Maar ja, in dit geval zie je ook gewoon gelijk. dat je ook gewoon gelijk, ja, weer eigenlijk zijn water leeggooit. Dat komt omdat hij dan gewoon weer echt de muisknop doet. En nu gaan we eigenlijk simpelweg de bekabeling aansluiten. Ook dat is weer niet heel erg moeilijk. Je moet gewoon gaan kiezen welke kant je voor de output wil gaan gebruiken. En maak die kant gewoon oranje. Dus wil je bijvoorbeeld de bovenkant gebruiken? Nou, probleem, maar dat kan gewoon. Maar wij gaan in dit geval gewoon simpelweg de achterkant gebruiken. Hier sluiten we de item van NRIO op aan. En die gaan we nu doorleiden naar het volgende station. En dat is ook gewoon gelijk de tweede Artanum's Activator. En die gaat hier komen. Die gaat denk ik ongeveer. Even kijken hoor. ik ga eventjes naar boven toe vliegen. Ik ga ik even kijken wat ik die ga maken. Ik denk dat ik die gewoon hier ga maken voor nu. Gewoon, pat's heel erg simpel op deze manier. Vervolgens kunnen we hier alvast natuurlijk de Petal aperture Carry op gaan zetten. Want die gaat daar komen. Oké, okay, gaan we meenemen. Kom maar mee jongen. Hoppakee, die is dan binnen. En die gaan we gewoon pat's Boom bovenop de Autonomous Activator zetten op deze manier. Oké, okay, mooi. Dan staat dit... Kunnen we nu gewoon weer terug naar onder de grond. Hier zo dus. En dan kunnen we hier nu een beetje de setup af gaan maken. Hoe gaan we dat doen? We gaan de bekabeling gewoon naar de tweede autonomous activator toe leiden. Dus gewoon op deze manier. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. Hier naar boven toe. En zorg we gewoon weer voor op deze manier dat de onderkant in dit geval dus op input staat. Op deze manier. Hoppakee. Hier zal die op aangesloten gaan worden. En eigenlijk is het nu gewoon een simpele kwestie van de NIO kabels gewoon een beetje programmeren. Dat doen we, we doen als volgt. We doen rechtermuisknop en klikken hier op insert. Oftewel input ervan. En hetzelfde geldt voor deze kabel. Ook die gaan we weer programmeren. Maar die gaan we in dit geval gewoon op extract laten staan. Oftewel het outputen van items. Als we vervolgens hier het rest van uitzetten. Dan zal die ook gelijk gaan werken. Maar kijk, dit gebeurt er dus. Dan komt er namelijk in deze Autonomous Activator. Komt er een lege bucket te zitten. Dat risico loop je dan. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus dit vraagt om maatregelen. Hoe gaan we die maatregelen treffen? Heel erg simpel. Namelijk door middel van een itemfilter. Deze itemfilter is totaal niet moeilijk te maken. Misschien dat sommigen van de week al hebben gezien in de multiplayer serie. Dat is namelijk gewoon niet meer dan een hopper. ...combineren met wat peper. Oké, okay, daar gaan we dan. We maken gewoon twee hoppers en die combineren we vervolgens met wat peper. Even kijken, heb ik dat nog? Ik heb niet heel veel peper meer, dan heb ik nog sugarcane's. Ook dat heb ik niet meer. Nou, geen probleem. Dat komt waarschijnlijk omdat ik het hele huis van papier heb gemaakt. Dat zal waarschijnlijk een reden zijn. Dus we gaan gewoon van nu even hier wat sugarcane's vandaan halen... Geen enkel probleem. Gaan we gewoon lekker meenemen. Ik heb er in totaal. Heb ik er even kijken. Ik denk een stuk of nou 6 à 9 nodig. Ik neem er gewoon wat meer mee voor de zekerheid. En dan gaan we gewoon terug naar huis toe keren. En dan moet het moet op deze manier gewoon helemaal goed gaan komen. We zetten allereerst wat sugarcanes in elkaar. Let's go. 9 is voldoende. Ik heb er namelijk maar 8 nodig. Hier namelijk twee, hier twee, hier twee en hier twee. En voilà, daar zijn de basic item filters van N.I.O. En zo gezegd, zo gedaan. Dan gaan we hier weer terug naar de interface, rechte muisknop. Gaan we vervolgens hier de filter ingooien. En deze gaan we vervolgens opvullen met natuurlijk een natuurlijke gevulde bucket met water. Want die willen we er gewoon per se uit gaan poeten. Geen lege bucket. Per se een volle bucket. Oké, okay. gaan we hier een filteren. Let's go. En vanaf nu, zolang er gewoon een lege bucket in zit, zal er niks gebeuren. Maar zodra die gevuld is, zal die direct hier naartoe output worden. En dan komt hier gewoon een mooie waterbucket in terecht. Oké, okay. dat is precies wat we willen hebben. Dan gaan we ze nu eventjes leeggooien. 1 en 2. En dan gaan we vervolgens nu eigenlijk een omgekeerde ervan doen. We gaan namelijk nu de bucket weer vanaf daar outputten. En hier weer inputen. Hoe we dat gaan doen is heel erg simpel. We gaan namelijk gewoon voor zorgen dat we eventjes hier een inputkant gaan kiezen. Ik denk dat dat het beste is om het aan deze kant te gaan doen. Dus gewoon hier. Dan gaan we dus even kijken. De rechterkant op input zetten. De linkerkant, kan ook allemaal. Maakt allemaal niet uit. Hoppakee, deze kant. En deze gaan we weer voorzien van een mooie Android eo kabel En die gaan we gewoon via deze kant weer terug laten leiden naar de andere Autonomous Activator. Op deze manier. Hoppakee, en alles staat nu gewoon aangesloten. En dan moeten we nu nog eventjes heel snel de pipes gaan controleren, of eigenlijk gaan programmeren. Even kijken, hoe gaan we dat doen? Moet, natuurlijk hier moet natuurlijk geoutput worden, dus deze staat al goed. Je moet alleen nog eventjes gaan voorzien van het residual uit en vervolgens hier een filter in gooien. Met in dit geval dus een lege bucket. Want een lege bucket moet natuurlijk gewoon weer terug getransporteerd worden hier in een andere autonomous activator. En die gaat op zijn beurt weer opvullen en die geeft dan gewoon weer terug door aan deze autonomous activator. Maar natuurlijk in dit geval wel dan een gevulde bucket met water. Oké, okay. mooi gaan we het eventjes hier inputten. Dus we gaan hier hem eventjes op input zetten. Insert, hoppakee. Geen filter nodig. En dan zal nu gewoon de setup perfect gaan werken. En kunnen we dit nu gewoon gaan voorzien van wat buckets. Dus we gaan in dit geval hier eventjes wat buckets in gooien. 1 en 2. Alle twee opgevuld. En zullen alle 2 geoutput gaan worden. En hierin terecht gaan komen. Klaar voor gebruik. We gaan terug naar boven toe. Om de setup een beetje af te gaan ronden. En hem wat mooier te gaan maken. Hoe gaan we dat doen? Ook dat gaat natuurlijk niet ongelooflijk hoog wiskunde kunnen worden of zo. Even kijken. Kom ik hier nog uit? Antwoord is Nee. En hoe we het hier een beetje mooier gemaakt is heel erg simpel. We pakken namelijk gewoon onze sissel, gooien wat mossstone in en die gaan we natuurlijk gewoon combineren op de stenen die daar we daar hebben liggen. Deze dus en die gaan we er nu gewoon overheen neerleggen op deze manier. Even kijken, hier zitten de drie. Dan gaan we er ook gewoon drie neerzetten. Hoppakee. En vervolgens zagen we de rest gewoon door midden naar slabs toe. Dus op deze manier, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dit moet wel genoeg zijn. Oké, okay. gaan we die hier neerleggen. Hoppakee, hier komt de eerste, hier de tweede. Hop, zo, bam, 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 bam. En aan de andere kant doen we gewoon precies hetzelfde. En op deze manier hebben we gewoon een perfecte setup. Niemand ziet dat er van hier lelijke kabels onder zitten. En we zijn gewoon helemaal ready to go. Want het is toch beter om hier een beetje een blokje boven te zitten. Want zoals jullie weten, je moet het er gewoon ingooien met Q. Maar nu eigenlijk gewoon de belangrijkste vraag van alles. Gaat deze setup ook echt gewoon werken? Dat kunnen we heel erg makkelijk demonstreren. We halen deze gewoon weg, de petal apper te carry. Plaatsen hem weer terug en gaan kijken of hij direct opgevuld gaat worden. Let's go! En ja hoor, hij wordt meteen opgevuld met water. Awesome jongens, vanaf nu is dit gewoon helemaal geautomatiseerd en het ziet er ook nog heel erg grappig uit. Nice! En nu hebben we in de episode van vandaag al een beetje aan magie gewerkt. We hebben al een beetje technische dingen gedaan. Het enige wat nu nog ontbreekt is natuurlijk gewoon het killen van monsters. Een beetje avontuur erin gooien. Want vandaag vind ik het tijd voor de allereerste krachtmeting van het seizoen. Ik heb namelijk wel redelijk goed armor En dat is eigenlijk best wel zacht uitgedrukt. Dan zat echt overal gewoon een hele goede protection op, eigenlijk. En ik heb ook gewoon een ontzettend goede boog natuurlijk. Ik zal ik er even bij gaan pakken hier zo: een boom met Infinity 1 en Power 5. Ook helemaal geweldig. En we hebben natuurlijk ook gewoon een sword met sharpness 5. We zijn er, denk ik, gewoon helemaal klaar voor. Voor ons allereerste gevecht. Daarvoor ga ik allereerst ook meteen de mapper bijpakken van de Twilight Forest. De allereerste bos van dit seizoen gaan we namelijk killen in de Twilight Forest. Ik ben er gewoon helemaal klaar voor. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe het gaat. En allereerst moet ik kijken hoe ik hier langs ga komen. Nou, dat gaat denk ik wel lukken. Hoppakee. En dan gaan we op naar de Twilight Forest. In de episode van vandaag gaan we dus gewoon de allereerste bos van het seizoen killen. En welke dat gaat worden, dat is eigenlijk vrij simpel. Dat is denk ik wel de makkelijkste bos van het spel, genaamd de Naka. Maar waar is de Naka te vinden? Allereerst even kijken waarom hij het niet doet. Oké, okay, ik heb inmiddels contact met mijn kaart, dat is natuurlijk mooi meegenomen. En de Naka is als ik goed kijk die kant op. Oké okay, jongens, dan ga ik eventjes een paar honderd meter die kant op rennen. En dan zie ik jullie zometeen terug bij de allereerste battle van het seizoen. Bieden jongens. En daar zijn we dan bij de allereerste Naka Arena van het seizoen. Je ziet daar in de verte al de spanners staan. En zodra je eigenlijk gewoon binnen het vierkant gaat komen, zal de Naka ook gewoon gelijk gaan spannen. Ik ga eventjes alles ready zetten. Dus waaronder mijn boog, mijn zwaard, mijn pijlen ga ik ook eventjes hier neerzetten. Oké, okay, even kijken, hoe gaan we dit aanpakken? Ik denk dat ik gewoon allereerst op een pilaar ga staan. En heel erg simpel ga beginnen met het schieten van wat pijlen. Even kijken. Hoppakee, dat is al meteen een dik voltreffer. Holy shit! <laughs> moet je kijken wat ik hem raak gek. What? Oké, okay, dit is wel heel erg overdreven, jongen. Nou, nah, wauw, wow, 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 wow. Ik had een beetje een moeilijke boss battle verwacht. Tenminste, niet zozeer moeilijk. Maar toch wat meer, ja, toch wat meer moeilijkheidsgraad. Want in dit geval... Wat? Nou, jongens, dat was niet al te moeilijk. <laughs> wat? Oké, okay, nou, dit kan ik natuurlijk niet maken, hè. Dit is natuurlijk geen boss battle. Ik ga wel de spullen oppakken. En XP natuurlijk. Hop, oké. Okay. XP voor Quinn. Gratis levels. Nou, als ik nog een keertje levels nodig heb, dan doe ik gewoon dit. Want dit is wel heel erg easy natuurlijk op deze manier. Oké okay. Oké okay, jongens, tweede ronde, tweede Naka en ook dit gaat waarschijnlijk geen probleem opleveren. Even kijken hoor, hij staat hier nu. Oké, okay, gewoon lekker raken die handel en hij is alweer bijna op half HP jongens. Wat is dit? Dit kun je toch geen boss battle noemen? Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon even naar beneden toe, dan kunnen we een beetje met het zwaard slaan. Kijken of dat wat beter gaat, of wat moeilijker is. Eh, uh, nee. <laughs> Oké okay, jongens, het komt er een beetje op neer dat ik gewoon nu al in episode 26 ben ik gewoon echt al zwaar overpowered aan het worden. Ja, wat moet ik hier nog van vinden jongens? Het is echt gewoon te makkelijk eigenlijk. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik was ondertussen een beetje op zoek naar een Hydra, die is wat uitdagender denk ik zo. Maar ik heb hem helaas nog niet weten te vinden, dus ik ga nog eventjes kijken of ik hem wellicht aan die kant kan vinden daar ergens. En zo niet ga ik gewoon terugkeren naar de overweld toe. Want moet je kijken hoeveel nakas ik vind, echt ongekend gewoon. Maar in elk geval, ik ga nog eventjes proberen een Hydra te zoeken. En anders kom ik zo meteen weer die terug. En dan ga ik wat anders verzinnen, want dit kun je echt gewoon geen bos bij dan noemen. Bieden jongens! En jongens, we hebben bingo. Ik heb namelijk de Hydra weer te vinden. We zien nu linksboven een mooie bruine biome spannen. En dat zou gewoon gelijk een indicatie zijn dat je de Hydra hebt gevonden. We gaan er gewoon gelijk naartoe vliegen en dan gaan we kijken of die misschien wat meer te bieden heeft. Want echt jongens, die Naka, dat is gewoon geen bosbeil. Het was echt gewoon letterlijk tien keer schieten en hij was dood. Er was echt helemaal niks aan. Maar toch ben ik een beetje bang dat dit een beetje hetzelfde verhaal gaat worden. Het gaat misschien wat langer duren. Maar ja, weet je wat het ook gewoon is? Ik kan ook gewoon als ik hier in de lava sta, kan ik gewoon lekker gaan zwemmen in de lava. Het boeit allemaal niks. Ik word toch nergens door gedamaged. Dus ik weet niet. Ik heb het denk ik gewoon goed aangepakt dit seizoen. Ik heb gewoon voor heel veel overpowered dingen gezorgd, Doordat ik eigenlijk een beetje onverslaanbaar aan het worden ben. Oké okay, jongens, bos nummer 2. Daar gaan we dan. Hoppakee. Het is heel erg moeilijk om ze met pijlen te raken. Dat weet ik wel. Ze worden echt heel erg goed beschermd tegen pijlen. Kijk, je kan ze wel een beetje raken, maar ze zullen ook heel vaak afgeketst worden. Maar in dit geval dus niet. Nou, maakt helemaal niet uit. We gaan gewoon lekker op deze manier door. We gaan ook gewoon een beetje switchen tussen ons zwaard. Kijken of daar wat meer damage mee kunnen gaan doen. Hoppakee. En we pakken ze op deze manier gewoon kei en kei en keihard aan, jongens. En ze kunnen me niet in de fik zetten met hun vuur. Dat kan gewoon niet. Dus eigenlijk kunnen ze gewoon puur helemaal geen damage doen. Nou, dan gaan we maar gewoon een beetje wisselen tussen de hoofden. We gaan gewoon een beetje hier schieten, daar schieten, daar schieten. En op deze manier gaan we gewoon lekker door. Maar ik word gewoon niet gedamaged. Hè. Kijk, ze doen vuur aanvallen. Maar ik kan gewoon 100% tegen vuur. Het is echt gewoon een beetje te cheap eigenlijk wat ik aan het doen ben. Maar het is wel gewoon heel erg grappig. Want op deze manier kunnen we heel erg makkelijk aan die trofeeën komen. En we gaan gewoon lekker door op deze manier. Beetje afwitsen met een zwaard. Dat kan natuurlijk ook allemaal gewoon bij. Kom eens af jongen. Hoppakee, okay, gewoon lekker knallen met dat zwaard in dit geval. Waar ook natuurlijk gewoon Sharpness 5 op staat. Ook lekker sterk allemaal. Maar jongens, zeg nou eerlijk. Dit zijn toch geen boss meer. Ik ben gewoon te overpowered voor al die boss battles. Het enige wat misschien nog een beetje een uitdaging gaat worden is de You Are Guest. Maar ook dat denk ik dat het geen enkel probleem gaat worden. Want ik heb gewoon een hele goede boog. Maar in dit geval, we gaan het gewoon afmaken met onze boog. Oh, hij is al dood. Laat maar. En dan gaan we ook gewoon deze beloning in ontvangst nemen. We gaan erop staan. En ook gewoon gelijk de tweede trofee is binnen. Namelijk de Hydra Trophy. Oké, okay, mooi. Ik denk dat ik alle spullen heb. En dat we nu gewoon weer lekker terug naar huis toe gaan keren. En dan gaan we kijken waar we deze trofeeën nu kunnen gaan zetten. Want ja, jongens, dit is gewoon echt hard gegaan. En we zijn inmiddels weer thuis aangekomen. En voor nu ga ik denk gewoon deze twee trofeetjes. Ga ik gewoon hier neerzetten. Dus eentje komt hier te staan. De Hydra. Hop, oké, okay, de eerste trofee. En de andere komt aan de andere kant te staan. Want ja, nu hebben we een beetje een arm skeletje hier staan. Die gaan we gewoon vervangen door middel van de Naga. Oké, okay, jongens, gewoon awesome op deze manier. De ingang is nu een beetje wat aansprekender. We hebben wat mooiere bosses hier staan. Maar ja, zeg nou maar eerlijk: het waren niet echt boss battles. Het was gewoon echt een beetje, ja, easy. Te easy naar mijn mening. Het wordt tijd dat er een mod komt. Waar echt ongelooflijk moeilijke bosses worden toegevoegd. Dat lijkt me echt gewoon een awesome toevoeging. En nu zullen er vast een aantal mensen heel erg benieuwd zijn, waaronder ik zelf eigenlijk, wat heeft de Quality dus verder nou eigenlijk allemaal verzameld. Daarvoor heb ik ondertussen een nieuwe tool erbij gepakt, tenminste eigenlijk een oude tool die we nu weer gaan gebruiken, genaamd de dolly. En dan gaan we eens even kijken wat de Quality dus verder allemaal heeft verzameld, ik ben heel erg benieuwd. In elk geval is het nog lekker bezig, kijk dat zie je ook hier allemaal, lekker geklikken zo. Oké, okay, maar dan gaan we in elk geval even hier een aantal chests opschuiven en dan gaan we kijken wat er in al die chests te vinden is, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want de kwaliteit staat nu ongeveer, nou houdt het op anderhalf uur aan. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij allemaal verzameld heeft. Even kijken, wat zit erin? Oh, nou dat is nog best veel. Ik had eigenlijk minder verwacht. Al bijna een stack met iron, jongens. Oh joh, nou oké, okay. dat valt een echt reuze mee. Dan hebben we eerst wel weer genoeg iron. Gaan we die terugplaatsen. Volgende chest, volgende check. Let's go. Weer lekker wat ingots. Oké, okay. en de laatste chest. Gaan we ook even aanpakken. En wat zit hierin? Hier zit nog niet heel erg veel in. Oké, okay. nou maakt allemaal niet uit. Een mooie opbrengst, denk ik, tot dusverre. Even kijken in de speciale chest. Natuurlijk niet hier, dat is de junk chest. Hier eventjes kijken. Al ruim een stack met kwarts. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Ja, nou oké. Okay. Het is denk ik wel een succes geworden. Ik ben in elk geval heel erg blij dat het sorteersysteem nu helemaal werkt. Dat was eigenlijk mijn grootste zorg. Oké, okay, jongens, we gaan terugkeren naar de basis toe. En dan gaan we de Pandora's boxes voor vandaag openen. Buurdebek! En op de vorige episode van de Modsaws Modpack hebben we in totaal weer 163 likes weten behalen. Ontzettend bedankt ervoor en daarom gaan we gewoon nu weer een Pandora's Box openen. Voor de mensen die het nog niet weten, per 100 likes ga ik gewoon een Pandora's Box openen. Oftewel bij 100 likes 1, bij 200 likes 2, 300 likes 3, 400 likes 4, ik ga zo maar door en door en door. Maar voor nu, 163 likes, heel erg bedankt ervoor en we gaan nu gewoon beginnen met het openen van deze Pandora's Box. Laten we hopen dat het weer een mooi dingetje gaat worden. Let's go! Oké, okay, allemaal kippen, dat is altijd een mooi begin. Miners wise champion. Oké, okay, een chip. Wat? Wat gebeurt er allemaal, jongens? Ook allemaal schapen. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je deze kip killt? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Even kijken, krijg ik nog iets speciaals of zo? We gaan hem gewoon killen. Uh, volgens mij niet per se. Nou, oké. Okay, een hele vage lucky block weer. Het was weer echt gewoon dik random. Hier ook een dispo of water. Wat? Oké, okay, nou, 1,5 vage shit. Ontzettend bedankt voor het kijken naar deze episode, jongens. We hebben heel veel verschillende dingen gedaan. We hebben magie gedaan. We hebben technische dingen gedaan. We hebben bossen gekillt. En dat allemaal binnen een zeer korte periode. Ik ben er weer blij mee. Hopelijk hebben jullie er ook van genoten. En heb je er nou van genoten, doe dan zeker weer een blauw duimpje omhoog. Dat helpt me namelijk echt enorm om Pandora's boxen te openen. En het motiveert natuurlijk gewoon echt enorm om video's te blijven maken voor jullie. De zon gaat hieronder. Het lijkt me een mooi moment om te gaan stoppen. Enorm bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag volgende keer weer terug bij meer afleveringen van de Modsas Modpack. Peace jongens.